Vandaag wil ik je een kijkje geven in mijn praktijkruimte. En zometeen ga ik je ook mijn kantoor laten zien. Daar is nog nooit iemand geweest, dus dat is heel bijzonder. Nou, je komt hier langs de mooie bloeiende hortensia's. En dan kom je hier bij de voordeur, waar ik onlangs een dakje boven heb laten zetten, zodat je niet in de regen staat. Want omdat ik helemaal van de zolder moet komen, staat er dat je eventjes geduld moet hebben. Nou, we bellen aan. Dat hoor je ook meteen. En dan gaan we lekker naar binnen. Komen in het halletje. En daar staat meteen een spreuk. En dat vind ik ook wel belangrijk. Dus dat vind ik altijd wel mooi. Ja, dat je je eigen weg gaat. Ook in het ondernemerschap. Je eigen weg. Nou, hier komen we in de ruimte. Lekker veel licht. Daar hou ik van. Mensen komen ook in. Oh, wat is dit mooi. Wat fijn. Wat een heerlijke ruimte. Ja, natuurlijk heb ik hier de bijtjes staan. Bijtjes zijn typische koekjes uit Deventer. Mag je er gewoon wel lekker altijd van pakken. Julie, een oud collega en vriendin van mij, die heeft dit schilderij gemaakt. Doet ook vaak mee in opstellingen. Net zoals deze planten overigens. Nou, als je zin hebt, krijg je een kopje thee, een kopje koffie, een glaasje water. Ja, en hier zijn de kastjes, die zijn ook wel leuk om even te kijken. Kijk, hier zitten bijvoorbeeld mijn matjes die ik gebruik bij de opstellingen. Nog wat tekenmateriaal, dat gebruiken we ook nog wel eens, en vooral in workshops. Dus dit is een beetje een soort geheim kastje. Ik zal ook de andere even laten zien. Kijk, hier liggen allemaal voorraadspulletjes, ook dus voorraad van de koekjes. Hier zitten allemaal cateringspullen. Voor workshops, hè. Kijk, ook weer bijtjes. En dit is ook wel grappig. Deze heb ik in Frankrijk gekocht. Die kun je op een glas plakken. Dus dan kan iedereen zijn glas terugvinden. Nou, dan moet je een keer een workshop volgen. Dan krijg je al die heerlijke dingetjes voorgeschoteld. Hier staan nog wat inzichtkaarten, intuïtiekaarten. Ja, dit is ook wel grappig, want deze kantoorruimte heb ik naast mijn huis laten bouwen. Dit zijn eigenlijk gewoon de ramen, de buitenramen. Dan kan ik je ook stiekem wel eventjes naar binnen laten kijken. Wat je dan ziet. Dan moet je even kijken of die goed scherp staat. Ja, kijk, daar staat mijn keukentafel. Daar deed ik vroeger alle coaching aan. Dat ging perfect trouwens hoor, dat was prima. Behalve dat ik altijd moest opruimen, daar heb ik niet zo zin in. En dat ik heel veel rekening mee moest houden dat er mensen in huis waren. En nou, dat had ik ook geen zin meer in. Dus daarom is deze gebouwd. Kijk, hier een mooie boekenkast. Hele lading boeken. Ja, en waar mensen hier ook altijd van genieten is het uitzicht. Hè. Heerlijk, je kijkt zo de tuin in. Lekker in het groen. Nou, we zijn mee aan het einde gekomen deze rondleiding. Maar zoals ik je beloofd had, ik ga je nog, oh de wc misschien ook nog wel even goed om te zien. Ik vind de mensen ook altijd wel mooi. Maar het is best wel een luxe wc, zeg maar. Ja, je moet een beetje genieten van het leven, vind ik. Maar goed, zoals beloofd, ik ga jullie nog mijn eigen kantoor laten zien. Maar daarvoor moet ik je mee naar boven nemen. Ja, we staan op het punt om mijn kantoorruimte te bekijken. Ik wil jullie wel even een kijkje geven in mijn domein, waar eigenlijk weinig mensen komen. Zelfs mijn familie komt hier niet vaak. Kijk, dit is mijn bureau. Geen clean desk policy, want daar hou ik niet zo van. Een moodboard, wat nog steeds voor mij redelijk veel inspiratie geeft. En hier een boekenkast, die ik af en toe ook weer even opruim. Nou, dozen met spullen, troepjes op de grond. Hier zie je ook nog een kamerscherm dat ik gebruik voor webinars. Ja, het is interessant. Als je weet wat dit is, dan mag je dat in de reactie achterlaten. Ja, en toch ook wel het toppunt hier is dat je lekker naar buiten kunt kijken. Even tussendoor, dan hang ik hier uit het raam.
genietend van het water, de zwanen. Dus dit is waar ik veel doe. Webinars geven, nieuwsbrieven schrijven. Al dat soort dingen doe ik hier.